We hebben vanaf 2013 al vragen gesteld hier in de gemeenteraad over biodiversiteit en over weidevogels. Ik heb meerdere keren geroepen van de weilanden veranderen in biljartlakens en er leeft niets meer in. Meerdere onderzoeken hebben dat ook onderbouwd. De wethouder heeft steeds gezegd, ja, maar we doen al van alles. Wij vinden dat te weinig. We hebben ook gezegd van het initiatief van de vogelwerkgroep gaan wij ondersteunen. We gaan een motie indienen in het najaar waarin we de wethouder vragen om een substantiële bijdrage te geven voor die drone. En mogelijk zelfs om die drone gewoon in zijn geheel aan te schaffen. Zodat de vogelwerkgroep daarmee aan de slag kan. Maar de gemeente Tubbergen mogelijk ook zelf andere dingen zou kunnen doen met die drone. Jij vindt de aanschaf van de drone sowieso heel erg belangrijk. Nou kijk, als wij iets willen doen aan het teruglopen van de vogels en dit blijkt een goede manier om nesten te beschermen, dan vind ik 25.000 euro niet te veel. Als je nagaat dat wij 50.000 euro uitgeven voor alleen maar een onderzoek naar een locatie voor een basisschool, dan vind ik 25.000 euro om een impuls te geven aan de biodiversiteit op deze manier zeker goed besteed. De weidevogels staan symbool voor de hele natuur. Kijk, als de weidevogels verdwijnen, is dat een onderdeel uit een keten. We weten ook dat de insecten verdwijnen, we weten dat de bijen verdwijnen. En uiteindelijk gaat het om onze natuur, voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en onze kleinkinderen. De weidevogels zijn maar een symptoom uit die gehele keten. Als de gemeente daar een bedrag voor betaalt, vind ik dat te rechtvaardigen. Want uiteindelijk gaat het ons om ons aller natuur. Het gaat niet om het sponsoren van een vogelwerkgroep. Maar het gaat om, het doel is veel groter. Het doel is onze totale natuur en in eerste instantie onze gemeente Tubbergen. Ik las ook op de website van de vogelwerkgroep dat veel boeren heel graag wat willen. En ook die drone graag willen en dan met alle plezier om de nesten heen maaien. Dat stel ik zeer op prijs. Ik hoop dat er heel veel van die boeren zijn. Maar nogmaals, de werkelijke oorzaak van het aanpakken van dit probleem ligt nog iets verder. En ik ben ook blij dat landelijk de LTO's en de natuurwerkgroepen om tafel zitten. Omdat ze allemaal wel zien, het moet anders. En ik snap best dat het voor de boeren een lastige spagaat is, want uiteindelijk moet er ook brood op de plank. En uiteindelijk moeten we meewerken, ook als consument, door een hogere prijs te betalen voor de producten van de boeren. Want dan heeft de boer ook een redelijk inkomen en kan die boer ook natuurvriendelijker produceren, want dat willen de meeste boeren best.